Een splinternieuwe intro voor dit splinternieuw seizoen. Het vijfde seizoen al van Insurance Tip Tuesday. De video's waarbij ik jullie heel beknopt in een zeer korte tijd een bepaald verzekeringstopic toelicht en bepaalde concrete tips en adviezen geef. Voor deze eerste video van dit vijfde seizoen gaan we niet te verzekeringstechnisch beginnen, maar gewoon met iets zeer algemeen, maar niet minder belangrijk topic, namelijk betaal uw verzekeringspremie. Dat is nogal logisch, hoor ik u denken, maar het is toch belangrijk om een keer bij stil te staan. Je moet weten, een verzekeringscontract dat is zoals elke andere overeenkomst, met wederzijdse rechten, maar ook plichten. Jij hebt een bepaald risico waarvan je wilt dat de verzekeringsmaatschappij het voor u gaat gaan dragen. Bijvoorbeeld als uw woning afbrandt, dat u daar zelf niet financieel moet voor opdraaien. De verzekeringsmaatschappij neemt dat risico van u over in ruil uiteraard voor het betalen van een premie. Jij moet uw premie betalen. En als jij je niet houdt aan jouw kant van de verplichtingen, dan moet de maatschappij zich ook niet meer houden aan haar kant van de verplichtingen. Wij hebben het al meegemaakt in het verleden. Brandverzekeringen, autoverzekeringen, omnibusverzekeringen die niet op tijd betaald worden, waardoor de dekking stopt, de dekking wordt geschorst, de polis, het verzekeringscontract wordt vernietigd wegens niet-betaling. En als er dan achteraf schade optreedt, dan is er helemaal geen dekking. Dan kan u niet naar de verzekeringsmaatschappij stappen en dient u zelf in te staan voor de financiële gevolgen. Dat is iets dat je niet wil meemaken en dat je absoluut wil vermijden. Dus hou u aan uw kant van het contract, hou u aan uw kant van de overeenkomst en betaal uw premie. Het opzeggen van het contract wegens niet-betaling, dat is aan bepaalde vormvereisten gebonden. Dus daar kan ik u wel al wat in geruststellen. De maatschappij mag niet zomaar, omdat jij niet tegen de vervaldag van uw contract betaald zou hebben, uw verzekeringscontract stopzetten. Nee, eerst volgende 2 tot 3 herinneringen per gewone post of per mail. En tot slot, als u dan nog niet betaalt, volgt er een herinnering per aangetekend schrijven. Als u nadien binnen de termijn die in dat aangetekend schrijven vermeld staat, nog steeds niet betaald hebt, ja, dan is het einde verhaal en moet de maatschappij haar verantwoordelijkheid niet meer nemen, moet de maatschappij haar verplichtingen van het contract niet meer naleven. Dus vermijd dat gewoon. Voilà, dit was het eigenlijk voor deze eerste video van het vijfde seizoen. Er volgen de komende weken uiteraard nog heel wat nieuwe video's. Dus doe het nu al, abonneer je nu op mijn kanaal en dan ben jij als eerste weer op de hoogte van de nieuwe tips. Heb je zelf bepaalde vragen waarvan je denkt van, Gilles, kun je dat een keer uitleggen op video voor mij? Geen probleem, met veel plezier. Contacteer mij gerust rechtstreeks op gilles@teamsuur.be, zoals steeds. Wij zien elkaar volgende week opnieuw. Tot dan!